de Nijmeegse Ellen Fancy. We hebben nu contact met haar omdat ze een kledingmerk opgericht heeft die duurzaamheid en zelfvertrouwen in een sexy jasje wil steken. Het nieuwe kledingmerk Fancy Swim wil af van de ideale Instagram schoonheid. Dit combineert haar merk met duurzaamheid door zeer groene materialen te gebruiken. En nu hebben we dan contact met Ellen. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat voor soort kleding maak je dan allemaal? Vooral bikinis, maar sinds kort heb ik dus ook fitnesskleding op mijn webshop. En inderdaad, allemaal duurzaam en lekker sexy, want dat mogen wij vrouwen wel zijn. En ja, zoals je al zei, ook wel ethisch gemaakt. Hè? Dus ook echt in Nederland vooral en ook wel altijd in binnen Europa de productie. Die doen we gewoon hier. Ja, want het is vooral sexy kledinglijn. Ja, klopt. Ja, zeker. Nee, dat... Ik ben echt al sinds jongs af aan heb ik altijd wel het opgekeken naar de Italiaanse vrouw, want ik kom uit Italië dus. Mm-hmm. Die in hun bikinis zo sexy over de stranden heen liepen en ik keek daar heel erg naar op. Dus ik had echt zoiets van, weet je wat, ik wil mij ook zo voelen. En nou ja, toen eigenlijk is het ook allemaal een beetje vanzelf gekomen. En ja, inderdaad, ze zijn allemaal heel sexy en maar... Ja, dat is ook wel het gevoel dat je erbij moet hebben. Dus je moet wel ook een beetje zelfvertrouwen hebben in jezelf. Maar vind je dat wij als Nederlanders een beetje preut zijn misschien? Ja, zeker. Dat was ook zeker iets waar ik aan moest wennen in het begin hoor, ja. En in de persbericht dan staat er eigenlijk ook dat je af wil van de ideale Instagram-schoonheid. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik bedoel dat er is wel een ideaal op Instagram. Vrouwen moeten vaak grotere borsten of grote billen hebben om ja, er goed uit te zien. Zo denken mensen. En ja, daar wil ik vanaf. Ik wil ook dat vrouwen misschien die wat kleinere borsten hebben of die meer een buikje hebben, dat die zich ook sexy voelen. En ja, dat mag je ook. Je mag trots zijn op je lichaam en hoe je er ook uitziet. Dat vind ik belangrijk. Ja, dus je hebt eigenlijk in allerlei soorten maten onder andere dan topjes te koop. Ja, SML, maar de stof is heel erg rekbaar. Dus ja, je kan een L kun je zelfs met cup F dragen of cup D of E. Het is echt heel verschillend en dat is het fijne aan deze stof. Ja, kun je eventjes iets laten zien van de kledinglijn? Ja, absoluut. Dit is onze allernieuwste collectie. Die moet dus nog uitkomen, maar ik dacht, ik laat alvast even iets zien. Ja, wat is het precies? Dit is een bikini broekje. Mm-hmm. Van gerecyclede stof gemaakt, dus recycled nylon. En dit is het topje. En die kun je op veel verschillende manieren dragen. Want daar staat Fancy Swim natuurlijk ook heel bekend voor. Dat heel veel topjes kun je op heel veel verschillende manieren aantrekken. Dus je hoeft niet 10 bikinis te kopen als je er eentje op 10 verschillende manieren aan kan trekken. Ja, als mensen zoiets hebben van, nou, ik wil eventjes op een website of zo gaan bekijken. Heb je iets van een website van je kledinglijn? Ja. Zeker, www.fancyswim.com, dat is mijn webshop en daar kun je ook alles bestellen.